Suriname staat nog in de kinderschoenen als het gaat om de strijd tegen kinderarbeid. Dat laat het ministerie van Arbeid optekenen via het Nationaal Informatieinstituut. De Verenigde Naties heeft 12 juni uitgeroepen tot Werelddag tegen kinderarbeid. Morgen zal wereldwijd aandacht worden gevraagd voor werkende kinderen. Het thema van dit jaar is Children should not work in fields, but on dreams. De Raad van Ministers heeft in april het Nationaal Actieplan ter bestrijding van kinderarbeid goedgekeurd. Dat betekent dat een aanvang kan worden gemaakt om de ergste vormen van kinderarbeid aan te pakken. Het project is gefinancierd door het Ministerie van Arbeid van de Verenigde Staten van Amerika.